Moslims over de hele wereld vieren vanaf gisteren het Eid al-Fitr of suikerfeest. Dit feest wordt elk jaar aan het einde van de vaste maand Ramadan groot gevierd. Ook in Suriname hebben de verschillende moslimorganisaties enorme aandacht besteed aan dit evenement. Zoals elk jaar waren de moskeeën druk bezocht door gelovigen die deelnamen aan het Eidgebed. Onze nieuwsdienst woonde vandaag het Eidgebed in het gemeenschapscentrum van de Surinaamse Moslimassociatie, SMA, op Livorno bij. Michel Subaan, voorzitter van de SMA, geeft uitleg over de belangrijkste les van Ramadan. Natuurlijk leren wij om te leven zoals onze God dat wil. Het is niet alleen maar om eten en drinken te laten en intieme relaties te verbreken voor de duur van de dag, vanaf de ochtendschemering tot zonsondergang. Het is niet dat alleen. God vraagt ons noodzakelijke dingen te laten, opdat wij kunnen trainen om de schadelijke dingen ook te laten. Want de mens is geneigd om niet te kijken naar wat schadelijk voor hem is en wat gezond voor hem is. Hij wordt aangetrokken door de schadelijke dingen en houdt zich daarmee bezig. En God zegt, 1 maand lang heb je die noodzakelijke dingen als voedsel en drank kunnen laten om mij tevreden te stellen. De komende 11 maanden moet je dan al die schadelijke, slechte dingen die schadelijk zijn voor jouw lichaam en jouw ziel, moet je wel kunnen laten. En die les kregen wij met de vasten. Ik wil een beroep doen, niet alleen maar de vastenden, maar op alle mensen om hun God tevreden te stellen. Het Eid al-Fitr feest wordt ook in Suriname niet door alle moslims op hetzelfde moment gevierd. Farid Ilahi Baks legt uit waarom dit zo gebeurt. Dat vanwege het zijn dat vanuit Saudi-Arabië is ontvangen, dat in Saudi-Arabië de man is waargenomen. En dat betekent dus dat het vaste dan beëindigd moet worden. Vandaar dus dat de mensen die gehoor hebben gegeven aan de oproep van Saudi-Arabië het feest gisteren hebben gevierd. De Surinaamse Moslimassociatie is een andere mening toegedaan, namelijk dat wij conform de traditie die de heilige profeet, vrede zij met hem, heeft uitgesproken toen dat alvorens je de islamitische maand zou moeten beëindigen, je op de 29e dag zou moeten kijken naar de verschijning van de nieuwe maan aan de hemel bij zonsondergang. En over de gehele wereld hebben wij berichten ontvangen en ook in Suriname hebben wij daar naartoe gekeken dat de nieuwe maan niet is verschenen aan de horizon, aan de hemel, bij zonsondergang. Vandaar dus dat wij onze traditie normaal hebben voortgezet en de islamitische maand hebben afgesloten met 30 dagen. Farid Ilahi Baks, lid van de Surinaamse Moslimassociatie. Hij legde uit waarom het Eid al-Fitr feest niet door alle moslims op hetzelfde moment wordt gevierd. Dit feest wordt vanaf gisteren wereldwijd gevierd door de moslims.